Toen deze krant van de pers liep, werd een van de eerste exemplaren aangeboden aan de tekenaarschrijver Marten Toonder, de geestelijke vader van Tom Poes en Olly B. Bommel. En dat gebeurde omdat in deze editie de 10.000ste Bommel Tom Poes strip stond afgedrukt. Een speciale strip uiteraard, waarin heer Bommel in zijn slot Bommelstein het glas heft op zijn eigen gezondheid en op die van Tom Poes natuurlijk. De eerste strip verscheen in maart 1941 als begin van het verhaal Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde. Het is inmiddels, zoals vele anderen, een stripboek met antiquarische waarde geworden. Liefhebbers hebben er op veilingen heel wat voor over. Tom Poes in den Tovertuin. Dat die was dus enigszins beschadigd. 34. Wie meer dan 34? 42, 42, 44. Eenmaal, andermaal, verkocht. Tom Poes is evenals heer Bommel in de loop van ruim 35 jaar geëvolueerd tot een aan deze tijd aangepaste figuur. Tegenwoordig worden de avonturen van de twee striphelden uitgewerkt in kasteel Nederhorst, waar de Toonder Studios nu zijn ondergebracht. De sfeer van dit kasteel vinden we vaak duidelijk terug in de tekeningen waarmee de door Marten Toonder bedachte verhalen geïllustreerd worden. Verschillende tekenaars zijn er dagelijks mee in de weer. Wie alles over de jubilerende stripfiguren aan de weet wil komen, vindt uitgebreide informatie op de eretentoonstelling die in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is ingericht. Bijna 1 miljoen abonnees van Nederlandstalige kranten lezen dagelijks de avonturen van de nu al legendarische heer Bommel en Tom Poes.